De kraan was volop aan het werk en de eerste brokstukken werden op een stapel gegooid. Met het verwijderen van de luifel werd er vandaag een begin gemaakt aan de sloop van het voormalige postkantoor aan het stationsplein in Eindhoven. Het pand moet plaatsmaken voor een nieuwbouwcomplex Lichthoven. Een miljoenenproject waarbij wonen, werken en gezelligheid samenkomen. Zo komt er een studentenhotel, volop horecagelegenheden en een kantoortoren. Lichthoven krijgt zijn plek vlak naast Centraal Station Eindhoven, waar nu het oude postkantoor nog staat dus, maar vanaf begin volgend jaar niet meer, want dan wordt het hele gebouw gesloopt.